Shalom, ik ben Elina. En ik ben Berber en samen gaan we naar Israël. Hey, shalom. We zijn nu onderweg naar, naar onze gate. We hebben een heel soepel, hebben alles kunnen doen. Berber is zo'n lieve schat om mij te duwen. Maar het is allemaal zo. We hebben ruim de tijd. En we waren echt met een uurtje of zo waren we al klaar. Dus het is echt geweldig. Ja, doordat Eline dus assistance heeft met een rolstoel, kunnen we overal doorlopen. Echt ideaal. Overal voorhouden. Dus het is mooi makkelijk. Ja. We zijn nu bij de gate. De gate is al eindelijk open. Zo net waren we hier wat hier nog dicht. Dus we gaan weer omhoog. Even een hobbel. Maar dan kunnen we zo lekker richting gate, denk ik. Ja, de gate is al open, dus we kunnen naar binnen. Oh, mooi. Oh, het vliegtuig staat er nog niet, want hij heeft een half uurtje vertraging, maar dat geeft niet. We'll get there. Oh, ik zie jouw hoofd helemaal niet. Daar ben je. Hi. Nou, we zien jullie terug in Israël. Dan zijn wij in Israël. Doei dus. Dit is echt een oase van vrede. Het is zo bijzonder. Berber. Say hi. We hebben vandaag even lekker een rustig dagje om even lekker bij te tanken. Even lekker te zijn hier. Even een beetje installeren. Maar dat lukt prima, kan ik je zeggen. Want het is hier echt werkelijk prachtig. Zo mooi. Oh, die vogels hoor je. Meer van Galilea. Mooier kan het niet. Kijk, prachtig uitzicht hier vanochtend. Allemaal vogeltjes. Gisteren hebben we zelfs een paar kolibries gezien hier in die paarse bloemen. Goedemorgen allemaal. Dag 2. Woensdag. Het is een uur of 10 's ochtends. Ik ben nog de enige die wakker is volgens mij. Dus ik heb verder nog niemand gezien. Ik hoop dat Eline vannacht wat heeft geslapen. Anders zou dit de vijfde nacht zijn dat ze heel slecht achter elkaar slaapt en bijna niet. Neem me een bijtje op. We gaan vanmiddag naar Carmel. Voor Marie's verjaardag. En die is over anderhalve week of zo jarig. Maar volgende week sluiten Karen en Marie's aan bij een tour waar ze mogen dienen. Marie's is violist. En Karen is de profetisch danser. Ja, dus vandaag mogen ze net meenemen naar de Carmel. Het is een prachtig restaurant, schijnt er te zijn met een heel mooi uitzicht. Ook over de zee. Ik hoop jullie vanmiddag, vanavond nog even een stukje voor jullie te filmen. Het is heerlijk toch, wat een uitzicht.
Don't let me go.